Minister Amar Amadine van Volksgezondheid zegt dat hij zich meer wil richten op de preventie van nierziekten. Vanuit de regering gaat de komende tijd meer aandacht besteed worden aan dit vraagstuk. De bewindsman sprak gisteren op een persconferentie in verband met een geslaagde niertransplantatiemissie in het Academisch Ziekenhuis. En die preventie moet eigenlijk die opmars die ook zo net is aangegeven door dokter Bemelman en dokter Gourdat, de opmars van het aantal nierpatiënten moet gaan stuiten. En terwijl je eigenlijk de groep die nu al bekend is en de behoefte die er bestaat om te transplanteren in beeld hebt, heb je eigenlijk elke dag weer een aanzwelling van deze groep. Om het maar zo te zeggen. Dus je zal eigenlijk voor de long term dusdanig beleid moeten gaan maken en investeren. Daar is ook een kostenplaat aan verbonden. Ook investeren in die preventie. En dan praat ik over alles. Het voorkomen van schadelijke stoffen kan vanuit het beleid gereguleerd worden door bijvoorbeeld de accijnzen aan te passen. Ontmoedigingsbeleid door te voeren. Vanaf jongs af aan educatie te geven over NCD's en andere. Dus het is een heel plaatje eigenlijk. Dit is net het topje. Er moet volgens de bewindsman ook wetgeving komen voor het oogsten van nieren bij overledenen. Nefroloog Gourdat Keshopeshaat zegt dat er rekening gehouden moet worden met de multiculturele aspecten in de samenleving die een drempel vormen bij de donatie van nieren. Sommige families hebben moeite met het afstaan van organen na de dood van hun familielid. Er zijn mensen die zijn van de bepaalde geloofsovertuigingen die zeggen van weet je, wij kunnen na het overlijden geen organen laten afstaan omdat we dus dan bij de wedergeboorte zonder een orgaan geboren worden. De anderen zeggen van binnen 24 uur moeten we al begraven zijn. Dus we moeten ook rekening houden met die soort aspecten voordat we hieraan gaan beginnen. Transplantatiechirurg Mirza Idu is heel blij dat in Suriname weer de mogelijkheid bestaat om nieren te transplanteren. Maar het belangrijkste is om mensen bewust te maken om deze ziekte te voorkomen.